Tegenwoordig zoeken internetcriminelen steeds meer manieren om aan je gegevens te kunnen komen en om aan geld te kunnen komen, natuurlijk via jou. Nou heb je tegenwoordig ook iets wat heet cryptoware en ransomware. En cryptoware zorgt ervoor dat je bestanden geblokkeerd worden en dat je er dus niet meer bij kan. Je kan ze niet meer openen. En je kunt ze alleen weer openen als je dus geld betaalt aan de boeven. En op het moment dat je dat hebt gedaan, dan krijg je een sleutel van hun en dan kan je weer bij je bestanden. En de bedragen die daarvoor betaald worden, die lopen in de honderden euro's en iedereen kan het overkomen. Zo is er onlangs een mail verschenen van PostNL bijvoorbeeld, waarin staat dat je pakket dat die niet afgeleverd kon worden door de bezorger. En dat je op een link moet drukken om een nieuwe afspraak te maken. Nou, op het moment dat je op die link drukt, dan word je dus naar een website gestuurd, een neppe website van PostNL. En dan download je automatisch het bestand die ervoor zorgt dat dus alles versleuteld wordt. En dit gaat zelfs zo ver dat ook externe harde schijven geïnfecteerd kunnen raken. Daarom raad ik al sowieso aan, bewaar een backup altijd los van je computer. Want stel je bent de Sjaak en je wordt geblokkeerd, dan op die manier heb je nog wel je backup. Ik ga jullie nu even laten zien hoe zo'n mail er ongeveer uitziet van PostNL en hoe je die dus kan herkennen. Nou, dit is een voorbeeld van zo'n e-mail. Deze heeft iemand naar me doorgestuurd en die heeft hem een goede 2 weken geleden zelf ontvangen in de mail. En daarin staat dat degene niet thuis was en dat je op de link moet klikken over de informatie van je pakket. Dat moet je uitprinten en meenemen naar het postkantoor om je pakket te ontvangen. Nou, mogen duidelijk wezen dat er dus helemaal geen pakket is. En op het moment dat je op die link klikt, dan wordt er een cryptoware bestand gedownload en worden alle bestanden versleuteld op je computer. En dat is niet ongedaan te maken, tenzij je gaat betalen. En dat loopt op in 100 euro's en je moet het betalen in online valuta, bitcoins. En nou goed, als je dat dan hebt betaald, dan is het ook nog maar de vraag of je überhaupt wel een sleutel gaat krijgen en of hij werkt. Want het blijven internetcriminelen en die geven natuurlijk helemaal niks om jouw bestanden. Mocht je nou zo'n mail krijgen, let dan ook gewoon meteen goed op het Nederlands, hoe dat gespeld is en hoe de zinsopbouw is. En deze mail is wel heel erg duidelijk dat het gewoon letterlijk vertaald is vanuit een andere taal. En nou ja, PostNL, die zijn daar wel wat netter in. En mocht je nou twijfelen of er nou wel of geen pakket voor je is, zoek dan contact met PostNL en die kunnen je zeker verder helpen. Dan weet je zeker dat je het niet te maken hebt met een phishing mail. Niet alleen PostNL wordt gebruikt bij dit soort praktijken, maar ook bijvoorbeeld KPN. Dus als er iets niet helemaal in de haak is, vertrouw dan niet blind op een link of zo, maar zoek contact met het bedrijf op en bescherm jezelf tegen diefstal van je bestanden. Succes! Vind je deze tip nou handig? En wil je meer van deze dingetjes zien, vergeet je dan zeker niet te abonneren op het kanaal van Handig. En geef even een duimpje omhoog. En vergeet het ook niet te delen met je vrienden. Dat is handig!